Deze week zijn we voor de buurtspecial in De Parken. Deze buurt kenmerkt zich door de mooie natuur en rustige omgeving. Kijk met ons mee. De hele zomer gaat Ertrien Hilversum bij u op bezoek in de wijk. Deze week staan De Parken centraal. In de derde aflevering kunt u kijken op verzoek van de bewoners naar het vervolg van de impressie van de Dag van de Amateurkunst. Dit evenement vond in het voorjaar plaats in Dudok Park. Ja, Willem. Hoi. Ook uit die hoek, hè? Ook zeg maar de VIP lounge. Daar wil ik ook graag. Er zit het woord neuk in, dus uw kinderen even ogen dicht. Ja, ja, inderdaad. Ze snappen toch niet wat het is, maar dat vragen ze je vanavond wel. Oké, daar gaan we. Een liedje om het goed te maken. Ik kom thuis en jij ligt in de gebraden kippenstand. Je hebt sfeer gecreëerd, want je hebt kaarsjes neergezet. En ik wil nog best een poging doen, je bent een hele mooie vrouw. En ik durf het niet te zeggen, daarom zing ik het voor jou. Kom op maar! Ik ben te moe om te neuken, ja, ik ben te slaperig voor seks. Weet je wel, heb ik zoiets van, nou, de professionals tegenwoordig die kunnen soms zo een desinteresse uitstralen dat het gewoon een verademing is om te zien hoe leuk, enthousiast en onbevangen kinderen, oude mensen, maar gewoon ook normale volwassenen hun kunstje doen. En ik vind het echt heel erg, ik heb meteen een schuldcomplex, maar ik ben veel te slaperig, komt hier. Echt veel te slaperig, let op. Veel en veel te slaperig, ja. Oh, wat prachtig. Dank jullie wel. No sunshine when she's gone. Ik vind het een leuk initiatief. Ik moet zo meteen met mijn band optreden om 4 uur. Two-way radio. Een elektro-rockbandje.
Zeg maar, jij zit op de radio. De radio. Ik weet niet of je hoorde wat hij zei, maar het is nu tijd om die tent achter hun, achter jullie, om helemaal finaal het water in te spelen. Want daar zijn we goed in. Hij was jarenlang het gezicht van het journaal en hoopt binnenkort een gedenkwaardige leeftijd van 100 jaar te bereiken. Frits Toys.